Het moment is aangebroken. Na vele maanden wachten is Dans Macabre nu eindelijk voor alle stervelingen. Werkende en onwetende zielen worden uitverkoren om onder mij te dienen. Terwijl slachtoffers in rijen het onheil tegemoet treden. Dwazen, denk maar niet dat er nog een uitweg is. Onderga mij, vrees mij. De minuten die jullie nu zullen gaan beleven, zouden jullie laatste kunnen zijn. Mijn geestenrijk heeft dienaren nodig. Uitgekozen door de Efteling om jullie, stervelingen, door het duister heen te gidsen. Ze zijn uitverkoren. Of zijn zij juist verdoemd? Want mijn wil is vanaf nu hun lot. Ik ben vandaag onze collega's aan het trainen die straks gaan werken in het Huiverwoud. We hebben verschillende taken in de attractie. En daar ben ik ze op aan het trainen wat ze dan moeten doen bij welke positie. Vandaag delen we ook de kleding uit. Ja, het verhaal van de kleding is, wij zijn allemaal familie van de familie Charlatan. En Virginie heeft voor ons dus ook kleding in elkaar geflanst. Nou ja, we zitten hier midden in de Efteling. Dus alle kleding die we de afgelopen jaren weg zouden gooien omdat er een inktvlek in zit. Mensen zijn ergens achter blijven hangen, afgescheurd, uitgescheurd. Nou, wat dan ook, hebben we bewaard. Ons kledingatelier heeft die verwerkt tot nieuwe kleding voor ons. Waardoor we dus niks weg hebben hoeven gooien en niks nieuws hebben hoeven kopen. Het is ook echt de bedoeling, als wij straks die kleding aantrekken, dat we dan ook echt voelen dat we de familie Charlatan zijn. En niet alleen Otto en Virginie die rondlopen, maar dat wij echt onderdeel zijn van die familie. En dat we erbij horen, juist door die kleding aan te trekken en net anders te zijn dan alle andere medewerkers in de Efteling. Zoals je ziet zijn we nu echt de allerlaatste puntje op de i aan het zetten. Het blad wordt geruimd, het kabinet der vermisten is geplaatst, de laatste likjes verf worden gegeven. We zijn echt ons aan het klaarmaken voor het eerste moment dat we de echte gasten kunnen gaan ontvangen. Dat ik dit met mijn team mag doen, echt, ja, ik kan niet onder woorden brengen hoe trots ik ben op het team. Dankzij deze loyale zielen komt mijn feest des doods eindelijk tot leven. Hoor hoe de klanken van het orkest als een rilling door mijn domein heen trekken. Zie hoe de Dans Macabre uit zijn diepe tombe ontwaakt. Ik kan jullie stervelingen niet langer laten wachten. Het is tijd. Tijd om alle geheimen met jullie te delen. Tijd om jullie te geven waar we samen zo lang op hebben gewacht. We hebben natuurlijk de afgelopen dagen al een aantal previewdagen gehad. Gisteren hadden we de officiële persopening, maar vandaag is het moment waar het echt om gaat. Nu gaan onze gasten naar binnen en daar ben ik eigenlijk nog wat meest gespannen over. Wat die ervan gaan vinden. Ik heb er enorm veel zin in. Ja, ik hoef nu niks meer te doen. Ik ga aan de kant staan en genieten van wat er allemaal gebeurt. Binnen de wereld van de Efteling zijn er zoveel mensen die hier aan mee hebben gewerkt. En dat is natuurlijk gewoon heel bijzonder dat je als een bedrijf als Efteling gewoon zo'n project kan maken. Eentje voor in de boeken. Ik heb hier al 33 jaar grote projecten meegedaan, maar dan ook zo'n project mee af kunt sluiten. Ja, dat geeft wel echt een voldoening. Ja, daar ben ik gewoon trots op. Ik verwacht heel veel mensen. We zijn goed voorbereid. We hebben erover nagedacht. Dus alle vertrouwen dat het goed gaat verlopen. Ik heb heel erg lang uitgekeken naar dit moment. Eigenlijk al sinds dat Spooksmond wegging. Alles gevolgd. De wekker ging om, ik denk een uurtje of half zes, zes uur. Ja, alles om er als eerst bij te zijn. Ja, ik heb er heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik verwacht dat het heel erg leuk gaat worden. Ik kijk er ook heel erg naar uit. Echt zin om naar binnen te gaan en alles mee te gaan maken. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik kan niet wachten. Ja. Ja, hij is naar de laatste spookslot geweest en ik word al weken bestookt dat ik vandaag mee moet. Ik heb ook vrij moeten vragen. Laatste show spookslot ga ik ook eens proberen, eerste show dan van elkaar. Dat zou wel mooi zijn. Vaak niet door het park gelopen om te kijken naar de attractie van hoe gaat het met de bouw, hoe hoog wordt die. Ik ben daar echt zo benieuwd naar hoe dat allemaal ook van binnen eruit gaat zien. De poorten openen zich, de schaduw valt. Laat de muziek jullie geest bedwelmen, terwijl we samen afdalen in het hart der duisternis. We dansen tot in de eeuwigheid. We vervagen met de laatste klanken van de Dans Macabre. En als uiteindelijk alleen de stilte overblijft, is jullie ziel voor eeuwig bij mij. Ja, fantastisch.
fantastisch. Ja, echt fantastisch. Ja. Ja, er is zoveel te zien, het is echt heel erg. Dit had ik echt niet verwacht. Het was echt de bewegingen, de alles hoe het uitzag, de effecten. Dit was wel echt de meest unieke attractie waar ik ooit ben in geweest. Geweldig, echt. Overal zag ik wat. Opeens achter mij gebeurde dingen. Ik kon nergens meer kijken. En kwam die muziek erbij. En opeens ook gewoon wat ik opeens zo naar boven gooi. Echt geweldig. Ik heb echt genoten van deze attractie. Zeer een mooie aanwinst hier in dit park. Echt fantastisch. Ik heb niks over te zeggen. Echt, alle oude sponsorelementen zitten er ook weer in. En ja, echt. Geen woorden voor. De beste attractie ter wereld. Het overstijgt alle verwachtingen. En ik vind vooral ook de wachtreis wat ze nou hebben gedaan, vind ik ook echt super leuk. Maar ze nemen je ook daar al helemaal mee. Dat vind ik verhaal. Tof. En mooie souvenirs hebben ze natuurlijk. Dus, Alle verwachtingen zijn overtroffen. Alles. Geweldig. Top, geweldig. Geweldig. Beste attractie aller tijden. Als je hier loopt, dan kom je gelijk in die dansmacabre sfeer. Dus je hebt gelijk die geluiden en hoe het eruit ziet. Sommige plekken ook geuren. Het is gewoon allemaal perfect. Gewoon één geheel. Verwachtingen zeker 100%, 100% overtroffen. Ja, superleuke sfeer ook. De andere gasten. Ja, iedereen eerst een show, iedereen natuurlijk hartstikke hyped. Iedereen zat daar te klappen en te juichen. En zo. Ja. Ja. Wauw, dat gaan we niet meer vergeten. Nee, nee, nee. Al het personeel en alles en iedereen die eraan gewerkt heeft, het is gewoon ongelooflijk. Het is zo mooi. Echt waar. En ik deed met mijn zoon vandaag. Ja, zelfs word ik een beetje emotioneel zelfs van. Omdat ik vind het heel speciaal om dat met hem te mogen doen. Heel mooi. Ja, en Efteling, dank je wel. Ja, het gaat supergoed. Ik loop hier al een paar uur met kippenvel en enorm glimlach op mijn gezicht rond. Ja, dat is een onbeschrijfelijk gevoel wat dat teweeg brengt. Ik ben echt ongelooflijk trots met het resultaat, met de reactie van de gasten. Ik ben super dankbaar naar iedereen die samen heeft gewerkt, die mij en het project heeft geholpen. En dat resulteert in zo'n dag als vandaag. En apetrots. We hebben met het team echt keihard gewerkt om het voor elkaar te krijgen. We hebben op het laatst echt een eindsprint moeten trekken met z'n allen om op tijd klaar te zijn. Maar we zijn daar super trots op dat het is gelukt. Super fijn om iedereen zo enthousiast te zien. En als je dan mensen ziet die ervoor over hebben om gewoon 4-5 uur wachten, schouder ophalend in de rij te staan omdat ze hem gewoon willen beleven. Ja, dat is echt de kroon op ons werk. Zo lang heb ik de honger gevoeld. Te lang heb ik moeten wachten tot ik kon proeven van jullie angst. En zelfs nu het moment geweest is, heb ik nog niet alles aan jullie onthuld. Nooit zullen jullie mijn ware gezicht kennen. Nooit zullen jullie zien wat onder mijn masker schuilt. Wat jullie kennen is een façade. Alles daaronder, dat blijft mijn geheim. Kon Otto niet bereiken. Toen Noemwagen had hem in zijn macht. Ik probeerde hem te herinneren aan wie hij is en wat hij voor me betekent. Virginie en ik wisten te ontsnappen uit de kapel. Was ik te zwak om verder te gaan. Virginie vond toen deze verlaten ruimte onder de kapel. Er zullen nieuwe reizigers naar hier komen, aangetrokken door de muziek van het onnoembare.
En tegenhouden gaat als nooit lukken. Maar we kunnen ze wel steunen. In de kapel hebben we het kwaad achter die zwarte kitten ontdekt. Was al die tijd al dat beest. Onschuldig aan de buitenkant, maar een monster van binnen. 'S Nachts onthult pas zijn ware vorm. En in die vorm probeerde het ons aan te vallen. Vreselijke ogen in dat monsterlijke gezicht. Dat houdt de geest van Jozef Charlatan nu gevangen in de kapel. Waar hij de dans macabre steeds opnieuw moet spelen. Voor de eeuwigheid.